Joris zal het gesprek leiden. Ik zal jullie zo meteen kenbaar maken wanneer we daadwerkelijk live zijn. Ik wil jullie vragen om, als je niet aan het woord bent, je microfoontje uit te zetten. Dat is voor de mensen thuis het fijnst. En dat is eigenlijk alles. Horen jullie mij goed? Ja, ik hoor je uitstekend. Hi Lilianne. Ja. Dag Marjolein. Esther, weet je nou nog steeds? En we zijn live. Welkom allemaal bij deze digitale huiskamergesprek over kansenongelijkheid in het onderwijs. En dat is ongelijkheid die de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar verder woekert en door corona alleen nog veel erger geworden is. Dus hoogst tijd zou je zeggen om daar iets aan te doen. En wel nu. Gelukkig heeft de PvdA er allemaal hele goede plannen en ideeën over. Over die ongelijkheid en over die plannen gaan wij het komende half uurtje met eigenlijk een hele bijzondere tafel over hebben. Dat zijn zeker niet de minste, namelijk ten eerste de kersverse lijsttrekker en partijleider Lilianne Ploemen, de wethouder onderwijs uit Amsterdam Marjolein Moorman, de twee documentairemakers van Klassen, Sarah Siebling en Esther Gold, en een schooldirecteur uit Heerlen, Suzanne Kikke. Jullie allemaal heel erg welkom, super fijn dat jullie er vanavond bij zijn om met ons het gesprek aan te gaan. En vooral ook ontzettend welkom aan iedereen die via Facebook meekijkt. Jullie zullen ongetwijfeld veel vragen hebben. Die gaan we ook proberen om allemaal zoveel mogelijk te beantwoorden. Heb je vragen, stel ze dan nu of straks, wanneer je maar wil, beneden in de comments.
Ik krijg ze dan hier naast mij in het scherm allemaal te zien. En die gaan we proberen zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar zoals ik zei, rond 9:30 breien we er een beetje een einde aan. Want het moet vanavond natuurlijk ook een beetje genetflix worden. En niet alleen maar over deze serieuze onderwerpen gesproken worden. Allereerst Lilianne, zoals ik al zei, nu ongeveer nog minder dan een maand volgens mij partijleider van de PvdA, meteen vol in de campagne. Als ik zo naar jouw agenda heb gekeken de afgelopen dagen, zijn twee lijsttrekkersdebatten. Je bent op één geweest bij WNL op zondag, je komt net terug van Tijd voor Max. Dus vol, maar volgens mij hartstikke leuk. Het ziet er allemaal heel goed uit, je hebt hele goede energie in de campagne, dus dat is heugelijk nieuws. En wat natuurlijk ook heugelijk nieuws is, is dat de scholen sinds maandag weer open zijn, grotendeels. Met de sneeuw, maar nu echt open. Dus dat is heel mooi. Dus ik denk dat jij daar ook blij mee bent, of niet? Ja, heel erg goed nieuws voor alle kinderen van Nederland, dat ze weer naar school kunnen. En dat is ook ontzettend fijn om weer langs het schoolplein te lopen op weg naar de bus. En niet dat desolate grijze plein te zien, maar gewoon weer kinderen te zien spelen. En ik was twee weken geleden in Heerlen bij de noodopvang, waar heel veel kinderen waren. En daar hoorde ik natuurlijk van de kinderen zelf ook hoe ze school hadden gemist en hoe blij ze waren dat ze naar die noodopvang konden komen. Want soms was de plek in huis te klein, soms was het te lawaaierig thuis en ze misten allemaal elkaar. Dus volgens mij deel ik in de grote vreugde van iedereen dat al die jasjes weer aan de kapstokjes in school hangen. Ja, wat fijn. Wie daar vast ongetwijfeld ook heel blij mee zijn Sarah en Esther. Ik denk dat iedereen, bijna iedereen wel klassen gezien heeft. Er zijn maar weinig mensen in Nederland volgens mij die dat niet gedaan hebben. Mocht je het gemist hebben, volgen een aantal leerlingen uit Amsterdam-Noord. Die de kwetsbare overgang maken tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dat is een jaar lang gedaan. Die serie is net helemaal uitgezonden op NPO 1. Heeft volgens mij heel veel indruk gemaakt. Wat ik ook veel om me heen hoor. Ze heeft de kansenongelijkheid ook echt een gezicht gegeven. Sarah en Esther, ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd, nu jullie het helemaal gemaakt hebben, helemaal het onderwerp gedoken hebben, wat hebben jullie nou eigenlijk geleerd over dit onderwerp? Hoe is jullie mening hierover veranderd, over kansenongelijkheid in het onderwijs? Zal ik beginnen, Sarah? Ja, ik ben wel niet aan. Begin jij maar. Gewoon wie het eerst op unmute gedrukt heeft. Volgens mij was ik, geloof ik. Ik doe het. Je vraag is hoe onze blik veranderd is door het maken van de serie. Ik weet niet zozeer of onze blik veranderd is. We hebben voordat we begonnen met filmen, hebben we best wel uitvoerige research gedaan. Dus we hebben met allerlei mensen gesproken. Het eerste wat toch in me opkomt zijn, ook aangezien we het net over corona hadden, de enorme verschillen die wij gezien hebben tussen scholen. Hè? Dus als je het over thuis of online onderwijs hebt, afstandsonderwijs, dan heb je scholen die dat geweldig geregeld hebben en de hele dag online les konden geven. En je hebt plekken waar dat nogal waardeloos was, of waar een MBO 1 leerling die we volgden bijvoorbeeld, die kreeg dan zo'n pakketje thuis gestuurd met wat rekensommetjes per post. En die dacht, ik heb quarantaine time. Nou, dat verschil is een van de dingen die ons nogal is opgevallen. Het verschil toch in hoe hoog de lat of hoe laag de lat ligt. Ja, dat is ook in jullie aflevering over de eerste lockdown. Die werd ook uitgezonden terwijl de tweede lockdown net begonnen. Dan kon je inderdaad ook zien dat er sommige kinderen thuis met broertjes en zusjes die over ze heen kropen. En ouders die ook de laptop moesten gebruiken, et cetera. Dat iedereen inderdaad wel echt wel heel erg verschillend was. Marjolein, als ik naar jou kijk, het onderwijswethouder in Amsterdam. Die zich volgens mij ook heel erg zorgen maakt over de kinderen en over corona. Wat heb jij meegemaakt en waar richten die zorgen zich nou nu heel erg op? Laat ik in eerste instantie zeggen, het is niet alleen maar door corona ontstaan. Hè? Ik denk dat we dat wel heel erg moeten markeren. PvdA bestaat vandaag 75 jaar. En heel mooi dat we juist vandaag ook hier aandacht aan besteden.
Want kansenongelijkheid, dat is natuurlijk ook wel de kern eigenlijk van de sociaaldemocratie, hoe we dat zo goed mogelijk bestrijden. En we zagen in het onderwijs al voor corona, precies ook zoals Esther net zei, dat er grote verschillen zijn. Grote verschillen tussen scholen, grote verschillen tussen de thuissituaties van kinderen, dat weten we natuurlijk ook allemaal wel. Maar we willen altijd zo graag dat onderwijs dan juist die gelijke kansen biedt. Hè? Dus dat het door het onderwijs niet meer uitmaakt wat je thuissituatie is, wie je ouders zijn, in welke buurt je geboren bent, waar je vandaan komt. En helaas is dat nog lang niet zo. Sterker nog, we zien de afgelopen jaren eigenlijk dat de ongelijkheid ook in het onderwijs eigenlijk alleen maar is toegenomen. En corona heeft dat enorm versterkt. Het is inmiddels misschien een beetje een cliché. Het was vaak gebruikt, dat metafoor van het vergrootglas. Maar het is wel precies zoals het is. Hè? Dus je ziet door corona, zie je het meer, zie je het beter. Dus die verschillen zijn veel duidelijker zichtbaar. Je zag het ook in klassen echt letterlijk. Hè? Dus dat je gewoon in die woonkamers en in die slaapkamers keek en daar de grote verschillen zag tussen de kinderen. Maar het werkt ook als een vergroter, zeg maar. Dus ook een vergrootglas in de zin dat het de verschillen ook veel groter heeft gemaakt. We hebben in Amsterdam onderzoek gedaan naar het effect van corona op kinderen. En dan zie je dat eigenlijk alle kinderen daar veel last van hebben gehad over het algemeen. Maar dat de verschillen tussen de kinderen, hoe ze daar last van hebben gehad, enorm is. Dus je ziet dat kinderen die minder meekrijgen van thuis ook veel meer last hebben gehad van de corona en het sluiten van de scholen dan kinderen die dat niet hebben, die het gewoon thuis beter hadden. Dus dat zijn echt hele grote verschillen. En volgens mij de kansongelijkheid is toegenomen, dat kunnen we heel duidelijk zien. Ja, en dat er echt nu iets aan moet gebeuren, dat is volgens mij allemaal hier in het gesprek wel hartstikke duidelijk. Liliane, jij nu als lijsttrekker, je zit er nu vol in. Je hebt ook een plan gemaakt, een nationaal plan voor onderwijs. Wat moeten wij van de PvdA hierin verwachten? Ja, we hebben onder andere natuurlijk door gesprekken met Marjolein en andere wethouders, met mensen die op scholen werken, leraren, schoolleiders, hoorden we natuurlijk die berichten dat de coronaperiode het voor veel kinderen extra lastig heeft gemaakt. En er zijn economische steunpakketten, maar wij dachten er moet ook gewoon een plan voor de kinderen komen. En dan is het, je zou kunnen zeggen, er moet een plan zijn om kinderen nu zo snel als mogelijk die leervertraging in te laten lopen. En dan is er natuurlijk ook een langere termijn plan nodig. Hoe kun je nou eigenlijk ook voorkomen dat kinderen leervertraging en achterstanden oplopen? Nou, en het gaat soms om best wel hele eenvoudige praktische zaken. Op korte termijn zijn er heel veel kinderen die gewoon bijles nodig hebben. Maar niet elke ouder kan dat betalen. Dus zorg nou dat voor alle kinderen dat beschikbaar is. Het is voor kinderen best goed om in de zomer misschien eens een dagje in de week toch nog naar school te gaan. Een soort zomerschool te maken. Heel praktisch. Zorg nou dat er voor alle kinderen genoeg leraren, onderwijsassistenten zijn. Zodat ze ergens terecht kunnen. En niet alleen maar op de scholen die het zich kunnen veroorloven. Zoals sommige scholen hier in Amsterdam, om van de ouderbijdrage een extra klasseassistent aan te stellen. Dus we hebben eigenlijk het korte termijn programma. Het heeft gelukkig Arie Slob heeft daar delen van overgenomen. En wat voor ons belangrijk is, is dat er ook gewoon de financiële middelen van het kabinet voorkomen om dat mogelijk te maken. Want investeren in kinderen, weet je, het rendement is oneindig voor die kinderen en voor ons allemaal. Ja, want de minister heeft inderdaad nu aangekondigd, die komt nu met een nationaal plan. Hè? Marjolein die heeft vanuit de G4 een brief gestuurd. Jij hebt een nationaal plan ingediend. Dus die roep die kan hem niet ontgaan zijn. Hij komt er nu mee. Wellicht wat laat, maar wat verwacht jij daarvan? Ja, beter laat dan nooit. En tegelijkertijd is dit ook wel een beetje symptomatisch, moet ik zeggen, voor het gebrek aan gevoel voor die kansenongelijkheid die je toch bij dit kabinet ziet. Want Marjolein zei het ook terecht, en we hebben natuurlijk ook in de documentaire serie gezien, het dateert al van veel eerder. En dus moeten er ook structureel dingen veranderen. Het moment waarop kinderen de keuze maken voor het vervolgonderwijs moet later. En ze moeten meer tijd hebben. Dat moet niet alleen maar in deze periode, dat moet eigenlijk altijd.
Voor alle kinderen moeten er inderdaad mogelijkheden zijn om bijlessen te krijgen. Segregatie op scholen moet actief worden tegengegaan door gemeenten. En als je gelijke kansen wil, moet je soms ongelijk investeren en daar ook niet van terugschrikken. En ik denk dat Marjolein bepleit dat zeer. En ik denk dat dat niet alleen voor Amsterdamse kinderen belangrijk is, maar ook voor kinderen door het hele land. Nou precies, om daar meteen op door te gaan is, Suzanne, jij zat natuurlijk met je voet in de klei, zo gezegd, daar in Heerlen, schooldirecteur, en die zegt net zelf, in een voorgesprek zei van, je had maandag al meteen stond je voor de klas, want er was een lerares, geloof ik, door de rug gegaan, als ik het goed begrepen heb. Als jij zo Lilianne en Marjolein hoort praten, en Sarah en Esther, denk je van, ja, is dit zo'n plan, is dat inderdaad nodig? Hoe maak jij dat daar in Heerlen mee? Ja, ik ben heel blij om te horen dat er een nationaal plan in gaat komen. Omdat ik denk dat de problematiek groter is dan alleen de Randstad. Ook in Heerlen hebben we te maken met kinderen die opgroeien in situaties die het niet makkelijk hebben. De levensverwachting van mensen in Parkstad is beduidend lager dan in andere gebieden. En helaas hebben de kinderen er vaak mee te maken. Dus ik ben heel blij om te horen dat er meer geld komt voor het. En dan is het ook heel belangrijk om te denken van over een beleid. Hoe gaan we dat neerzetten? Wat hebben onze kinderen nodig? Want ik denk dat het belangrijk is om een tijd om de basisvakken goed neer te zetten. Maar daarnaast moet ook tijd komen voor talentontwikkeling. Want we merken dat onder druk komt te staan. En ook door te investeren in de talenten. Kinderen tijd te geven om hun eigen talenten te ontdekken. En hun horizon te verbreden. Ja, dan praten we over gelijke kansen. Want op dit moment is dat niet zo. Dat kinderen en ouders weten wat er allemaal mogelijk is. En dat is ook wel een beetje kenmerkend voor de populatie zoals wij ze hebben op de scholen. Ja, ze zijn vaak tevreden met de situatie waarin ze opgroeien, of ze hebben in ieder geval niet allemaal de lat even hoog liggen. En daar willen wij voor gaan. En ben ik blij om te horen dat er een nationaal plan gaat komen hiervoor. Ja, daar zijn we volgens mij allemaal blij om naar kijken. Almeke al snakkend naar uit. Laten we even naar een aantal vragen vanaf van de kijkers kijken op Facebook. Want die stromen binnen, als ik het goed begrijp. Ik krijg hier een paar mee van. Nou ja, Joey, natuurlijk hartstikke leuk dat je zegt. Leuk dat jullie dat doen. Het onderwerp is zo belangrijk. Nou, daar zijn we het allemaal zeer mee eens, Joey. En dan hebben we Gillian, die zegt. Dat is een adjunct-directeur op de Broederschool in Molenberg. Die zegt, beste Lilian, je was bij ons op school een tijdje terug. Die mooie school bovenop de Molenberg in Heerlen. Nou ja, gaan we meteen weer terug naar Heerlen. Die zou je ook herkennen, Suzanne. Ik vraag mij namens ons team af hoe wij met een schijnend personeelstekort aan behoeften kunnen voldoen. Nou, het lerarentekort is natuurlijk eigenlijk pijnlijk, want het is een prachtig beroep. En tegelijkertijd weten we ook dat leraren ondergewaardeerd zijn. Dus we hebben in ons verkiezingsprogramma ook een aantal voorstellen gedaan om ervoor te zorgen dat meer mensen voor het onderwijs kunnen gaan kiezen. Dat heeft met salariering te maken. Het oplossen tussen de salarisverschillen tussen basisschool en voortgezet onderwijs. We doen voorstellen om een Rijksacademie op te richten waar mensen zich kunnen scholen tot leraar. En de overheid betaalt dat dan. En dat zijn allemaal voorstellen die daartoe moeten leiden dat mensen voor het beroep gaan kiezen. Zij instromen moet gemakkelijker worden. En dat is een investering in mensen die voor de klas gaan staan. En uiteindelijk is dat ook een investering in kinderen. En in onze plannen hebben we dat daar heel graag voor over. En dan nu ook even naar de wethouder in Amsterdam. Ook het lerarentekort flink bestreden de afgelopen jaren. Wat zie jij daar, Marjolein, gebeuren? Wat heb je gedaan om dat eigenlijk dat groot probleem zo te lijf te gaan? Nou ja, ten eerste toch weer even terug naar klassen. Want dan zie je, kijk, in klassen zie je echt wat voor verschil leraren kunnen maken in het leven van kinderen. He, als je zo'n juf Jolanda ziet, dan denk je, wauw, weet je, dus dat Anissa zo'n juf Jolanda tegenkomt en de warmte en hoe belangrijk dat is. Of ook een meester Thijs, die ook fantastisch werk doet, bijvoorbeeld met Gianni en de liefde die daarnaar uitgaat. Dus leraren zijn echt ontzettend belangrijk. En ik denk ook dat heel veel mensen graag leraar zouden willen zijn. Mijn
mailbox stroomt op dit moment echt vol, ook naar aanleiding van klassen. Van mensen die zeggen, ik zou zo graag wat willen betekenen voor die kinderen. Wat is het toch prachtig. Dus ik denk dat er heel veel mensen zijn die leraar zouden willen zijn. Ik bedoel, wat is nou zinvoller dan leraren zijn? Je hoeft niet aan het eind van de dag te denken, was mijn dag wel zinvol vandaag? Nee, super zinvol. Alleen, we zien inderdaad al jaren helaas een lerarentekort. En naar mijn mening heeft dat alles te maken met de waardering. En die waardering is er nu wel, hè, want we noemen het een cruciaal beroep. Maar die waardering moet zich ook gewoon vertalen in een goed salaris. En als je ziet dat leraren na een paar jaar al 40% achterlopen op hun peers. Hè, dus gewoon hun vrienden die een gelijke opleiding hebben gehad. Maar dat ze gewoon 40% minder verdienen. En als je dat ook nog eens een keer vergelijkt met andere landen om ons heen. Dat je ziet dat wij in het basisonderwijs in Nederland veel minder besteden. Dan dat we dan omringelende landen dat doen. Nou, tel dat op met de dalende PISA-scores, hè, dus de internationale scores in ons onderwijs, 25% die laaggeletterd op dit moment van school gaat, ja, dan is het gewoon een optelsom. Hè. Dus het is zo belangrijk dat we nu echt gaan investeren in wat voor ons het allerbelangrijkste is, namelijk onze kinderen. Niemand kan zich iets belangrijkers voorstellen. En dat we dus die leraren, want uiteindelijk onderwijs... He, goed onderwijs, dat begint bij een goede leraar voor de klas. En dat we die leraren dus ook echt een veel beter salaris gaan geven. En daar hoort nog één ding bij wat mij betreft. Ik zou ook heel graag de allerbeste leraren willen voor de kinderen die dat het allerhardst nodig hebben. Dus wat mij betreft mogen we ook ongelijk investeren in de salaris van leraren. Dus juist de hoogste salarissen voor die leraren die we het allerhardst nodig hebben. Heel helder. Er komen nu ook een aantal vragen komen binnen over ja, het selectiemoment van leerlingen. Dat is ook iets wat we in klassen ook heel erg terugzien. Het vroege selecteren wat we eigenlijk in Nederland doen. Dus op je 11e, 12e al nou ja, in een hokje geduwd of gezet worden. Ja, Sarah, Esther, ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken naar het maken van deze serie over dat vroege of dan wel later selecteren. Is dat iets wat we moeten doen? Moeten we dat gaan veranderen? Ja, ik denk dat wij dat inderdaad niet voor niks ook heel duidelijk in die serie hebben geagendeerd. Hè? Vaak bij monden van Marlijn Moorman, maar dat is ook iets wat wij heel erg hebben gezien. Ik denk ook in antwoord op wat ons nou het meest heeft verrast in die 3 jaar dat we ermee bezig waren. Esther en ik dachten toch altijd een beetje dat IQ en dat definitieve schooladvies best wel goed met elkaar correspondeerden. En dat dat ook best wel een vaststaand feit was, dat je gewoon een HAVO-kind bent of... jouw basiskind of zo. Maar eigenlijk heb ik steeds meer ontdekt hoe variabel dat is en hoe dat ook kan verschillen in de loop der jaren. Hoe je kan groeien, maar ook helaas achteruit kan gaan als je jaren slecht onderwijs hebt. En dat het een soort wiskundige precisie suggereert, ook die niveauverschillen, die eigenlijk veel dichter bij elkaar liggen dan je zou denken. Dus een VMBO... de beste VWO-kaderleerling rekent even goed als de slechtste VWO-leerling. En toch hebben ze een hele andere toekomst voor zich. En komen ze elkaar ook nooit meer tegen. Nou ja, een beetje gechargeerd. Maar dat is wel iets wat ik niet zo bewust was als voor het maken van de serie. En jouw partner in crime, Esther, jullie spreken ongetwijfeld met één mond, maar wellicht wil jij hier nog iets aan toevoegen? Nou, wij spreken altijd met één mond, maar ik denk dat het klopt dat we veel meer zijn gaan inzien dat het gaat over de ontwikkeling van een kind. Dus los van dat, hè, naast dat verschil inderdaad van de beste VMBO-kaderrekenaar en die is even goed als de slechtste VWO-rekenaar. Maar eigenlijk ben je gewoon ergens op een leerlijn. Hè? Hè, dus je hebt potentie, maar je hebt ook ontwikkeling. En die twee dingen zijn eigenlijk niet uit elkaar te halen. Maar er zijn veel te veel kinderen die gewoon nog niet... Ja, uitontwikkeld ben je nooit. Maar als, ik bedoel, jij zei net op je 11e. Maar eigenlijk in feite krijg je vaak op je 10e al een voorlopig advies tegenwoordig. Ja, voor kinderen die niet... van huis uit alle steun krijgen of een taalachterstand hebben, is dat gewoon niet genoeg tijd om die achterstanden in te halen. Dus eigenlijk, die kinderen krijgen gewoon niet kans om te laten zien wat ze in huis hebben. En vroeger werd dat natuurlijk goed gepraat met stapelen.
Maar goed, om allerlei redenen is dat stapelen ook steeds moeilijker geworden. Ik denk eigenlijk omdat middelbare scholen zich steeds meer als bedrijven gedragen die doodsbang zijn voor een afstromende leerling. En dat lijkt me eigenlijk ook een van de problemen. Dat het zo gek is geworden dat scholen zo bang zijn voor een zittenblijver of een afstromer. Ja, de helder betoog. Lianne, stel je voor, je krijgt morgen de sleutels van het torentje. Wat gaan we doen aan dat vroeg selecteren? Nou, daar is best heel veel aan te doen. En het is volgens mij ook niet zo heel erg ingewikkeld. En we zijn het ook al jaren over eens dat het verstandig is om te doen. Want net zei Esther al, kinderen moeten soms op hun team kiezen. Maar er zit natuurlijk ook een ongelijkheid in dat sommige ouders hun kinderen gaan voorbereiden op alle testen die ze moeten doen. Andere ouders weten niet eens precies hoe die testen in elkaar zitten en kunnen hun kinderen ook niet voorbereiden. Dus elke keer stapelt de ongelijkheid zich op. En dat wordt volgens mij ook nog wel versterkt door categorale scholen, waardoor kinderen elkaar minder tegenkomen. En mijn pleidooi is, en dat zou ik zeker doen als ik in het torentje zat, om gewoon het selectiemoment 2 jaar later te leggen en een verlengde brugklas te maken. Sommige scholen hebben dat ook al. Mijn persoonlijke ervaring daarmee is dat dat heel goed is. Want voor sommige kinderen is het juist heel fijn om juist wat langer nog een beetje te kunnen wennen op een middelbare school. Wat meer tijd te besteden aan het een of het andere vak. En ook niet voortdurend die druk te voelen van dat selectiemoment. Want dat heb je dus na die eerste CITO-toets, dan heb je de definitieve, dan moet je weer naar de brugklas. Dus je hebt een paar jaar in levens van kinderen waarin er ook zeker onbezorgdheid zou moeten zijn. Waarin ze ook voortdurend bezig zijn en anders wel op een omgeving met wat wordt je volgende stap. En volgens mij is die daar een einde aan maken en kinderen wat rust geven en wat meer de tijd geven, dat is een vrij eenvoudige oplossing volgens mij. Nou, heel goed. En bij deze de sleutels. Ja, dank je. En Marjolein, in Amsterdam geef jij geloof ik een brede brugklasbonus, hè, voor scholen die inderdaad meerdere niveaus bij elkaar stoppen. Is dat iets wat inderdaad ook dat selectiemoment inderdaad wat verlaat? Even kijken of Marjolein nog... Marjolein verliet per ongeluk, denk ik, vergadering. Oh, daar is ze weer terug. Marjolein, waren ons benieuwd. Sorry, ik werd tussendoor gebeld en dat kon mijn... Dat ging niet samen, dat kon de techniek niet aan. Ja. Vroeg ons af of je expres de vergadering had verlaten of er inderdaad zoiets was teruggekomen. Nee, zeker niet. Ik vroeg of... Lina had het over het later selectiemoment, volgens mij zat je daar toen nog bij. Toen zei ik, in Amsterdam geef je volgens mij brede brugklassen een bonus, toch? Kan je daar iets meer over vertellen en hoe dat ook... wellicht ook helpt om die selectie ook wat later te maken? Ja, nou ja, kijk, er is natuurlijk geen duidelijke reden waarom we dat selectiemoment zo vroeg leggen. Hè. Het is niet dat wetenschappelijk bewezen is dat het goed is. Sterker nog, het is wetenschappelijk bewezen dat het niet goed is. En dat later selecteren veel beter is. En dat doen ook de meeste landen. Wij zijn echt extreem vroeg in Nederland. Maar wel vaak gehoord argument is... op het moment dat kinderen langer bij elkaar zitten, dan moet je wel gedifferentieerd lesgeven. En dat is natuurlijk waar, want je wil niet een soort van middenmootonderwijs. Je wil gewoon onderwijs wat het beste past bij wat kinderen nodig hebben. En daarvoor is het belangrijk dat de klassen wat kleiner gehouden kunnen worden of dat er genoeg ondersteuning is. En dat is precies waar die brede brugklasbonus voor is. Dus wij geven scholen die een brede brugklas hebben van VMBO tot en met VWO extra geld om op die manier te zorgen dat onderwijs ook zo goed mogelijk kan zijn voor alle kinderen in die klas. En dat helpt, hè, dus daarmee kunnen ze de klassen wat kleiner houden, daarmee kunnen ze extra ondersteuning in de klas hebben. En je ziet dat ook gelukkig wel een trendkering teweeg brengt. Want we hebben heel lang gezien dat het aantal categorale scholen in Amsterdam aan het toenemen was. We hebben inmiddels wel 7 categorale VWO's. En er komen ook nog eens een keer categorale HAVO's en categorale VMBO's. Nou, en het nadeel daarvan is, je zit helemaal vast. Hè? Dus we hebben ook nog in Nederland 7 verschillende niveaus. Dus ook veel meer dan andere landen. En je komt niet meer zo makkelijk uit die... Hè, Sarah en Esse noemen dat wel schoelen. Dus je zit gewoon in zo'n vakje, in zo'n schoelbak.
En daar kom je niet meer. Maar dus dat is goed, hè, dat je dat verlegt. Maar wat ook belangrijk is, is dat je elkaar blijft ontmoeten. Kijk, in een samenleving wil je ook dat je samenleeft. En dat je ook met elkaar zo goed mogelijk leert omgaan. Vorige week kwam er nog een rapport uit van het Sociaal Cultureel Planbureau. Wat ook laat zien dat eigenlijk we steeds meer bubbels hebben. En dat mensen elkaar steeds minder ontmoeten. En dat je daardoor eigenlijk als samenleving ook steeds verder uit elkaar komt te staan. En dus eigenlijk steeds minder een echte samenleving hebt. Nou, juist door die brede brugklasbonus stimuleer ik dat je langer bij elkaar blijft. En ik denk dat is zowel goed voor de kansengelijkheid, voor de ontspanning in het onderwijssysteem, dat je langer de tijd hebt, maar ook dat je elkaar op die manier blijft ontmoeten. Ja, een andere manier natuurlijk om die kinderen wat meer ruimte en tijd te geven. Hè, wat ik jullie hoor zeggen, wat je nu af en toe ook steeds meer in de media hoort. En er was nu iemand, Chrissa, die vraagt zich ook af. Van, ja, iedereen doet zo nu vreselijk haar best. Is het niet gewoon een idee om iedereen een jaartje extra te geven? Een jaartje over te doen door corona? Hoe kijk je daarnaar? Vraag je maar mij, Joris? Ik vraag het aan jou, Marjolein. Nou, kijk, ik vond die uitspraak van het weekend van Slob dat iedereen maar een jaartje moet blijven zitten. Of pas op, als je straks weer naar school gaat, het zou kunnen dat je blijft zitten. Vond ik niet heel bemoedigend. Daarvan dacht ik niet, oh hoera. Ik zou het wel heel goed vinden als iedereen meer onderwijstijd krijgt. Maar dat is dan meer een soort cadeau. Dus niet een soort van blijven zitten, want het is niet goed gegaan. Maar ik denk dat, ja, er is gewoon heel veel vertraging opgelopen. En dat geeft op zich niet als je nog maar wel op je bestemming aankomt. Alleen duurt het dan misschien wat langer. Dus ik ben heel erg voorstander voor om langjarig meer onderwijstijd te geven. Bijspijkeren. En misschien soms ook gewoon een extra jaar erbij. Gewoon langer. Het langer kunnen studeren. Langer kunnen doen over je mbo-opleiding. Langer kunnen doen over je hbo of universitaire opleiding. Zodat je gewoon niet last hebt van de vertraging die nu is opgelopen. Dus dat vind ik hartstikke goed. Maar ik denk niet dat dat eenheidsworst moet zijn, want de een heeft wat anders nodig dan de ander. En ik vind dat idee van maar blijven... Kijk, het kan voorkomen, hè, dat je blijft zitten een jaartje. Maar volgens mij moeten wij het probleem niet bij de kinderen neerleggen, maar moeten wij als volwassenen vooral zeggen, er is een enorm probleem. We hebben dit eerder ook nog nooit meegemaakt, maar we gaan het wel voor jullie oplossen. Jullie hoeven je daar geen zorgen over te maken. Wij lossen het voor jullie op. Ja, Suzanne, precies. Ja, ik was inderdaad heel benieuwd hoe jij ernaar keek. Ik denk dat het belangrijk is om te gaan kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Mm-hmm. Het online onderwijs heeft voor een heleboel kinderen is het niet goed geweest. We hebben wel zo goed mogelijk geprobeerd door de noodopvang de kinderen naar school te krijgen en ze te ondersteunen met digitale middelen bij de lessen te betrekken. Maar er zijn ook kinderen die hebben wel sprongen gemaakt. Dus daarom zijn wij vooral nu deze week gestart met het kijken van waar liggen nu precies die onderwijsbehoeften en daarop te gaan insteken. En dat betekent nog meer afstemming door die leerkrachten. Dus het is ook zo, een leerkracht van groep 3 heeft op dit moment denk ik een groot probleem. Want sommige kinderen zijn stil blijven staan, sommige zijn achteruit gegaan. En sommige hebben zelf stappen gezet. En dan moet je als leerkracht toch maar allemaal die verschillende niveaus in die klasse kunnen bedienen. En dat vraagt voor heel veel handen in de klas en differentiatiemogelijkheden. En dat is denk ik waar we met z'n allen bij gebaat zijn om dat te kunnen realiseren. Dus geen eenheidsworst door te zeggen allemaal, doe maar een jaartje erbij. Maar wel kijken naar onderwijsbehoeften van kinderen en die dusdanig organiseren op de scholen. Dat is denk ik wat nodig is. En daarbij moeten we ons ook realiseren dat het tijd nodig heeft. We kunnen niet nu in de komende halfjaartje dit allemaal recht trekken. We zullen echt beleid erop moeten gaan zetten en meerjarig moeten gaan kijken wat hebben kinderen nodig en van daaruit ook die kansengelijkheid creëren voor die kinderen die het hadden. Want die achterstand, die is gewoon groter geworden. Dus daar is waar wij voor pleiten. Kijk naar die onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ja, dus leveren ook echt maatwerk. Ja, ja. Er is een vraag van Ronald van der Heijden voor jou, Lilianne. Wat doen we als PvdA aan de 400.000 kinderen die zonder ontbijt naar school gaan? In andere landen is er ontbijt /lunch op school. Ja, ook in Nederland wonen natuurlijk veel te veel kinderen in armoede. En die gaan inderdaad zonder eten, soms naar school, kunnen niet mee met schoolreisje of kunnen niet sporten.
En dus hebben wij in ons verkiezingsprogramma, waarin we onze plannen toelichten, hebben we ook in, het onderwijshoofdstukje hebben we juist ook hier aandacht voor. Hoe gaan we nou armoede onder kinderen, hoe gaan we zorgen dat dat teruggedrongen wordt? Nou, ik ga niet heel die paragraaf voorlezen. Het gaat natuurlijk ook over zorgen dat ouders een fatsoenlijk salaris krijgen, dat mensen een vast contract hebben in plaats van al die nulurencontracten. Maar we willen ook echt inzetten om ervoor te zorgen dat kinderen gezien worden. Dat ook op scholen, ook in een aantal scholen doen mee met het project Gezonde School. Waarbij kinderen inderdaad gezonde lunch krijgen. Waarbij leraren en leraressen ook met kinderen praten over wat heb je nodig. En ouders daarin begeleiden. Dus armoede onder kinderen is ontzettend pijnlijk. En het kan niet alleen maar op het bordje van de leraar en de leraressen terechtkomen. We moeten ook gewoon echt, er moet gewoon echt geld bij om armoede en schuldenproblematiek van de ouders van die kinderen op te lossen. Nou, daar valt heel veel meer over te zeggen. En daar geldt natuurlijk ook dat het ook maatwerk moet zijn. Wat voor het ene kind en voor het ene gezin goed is, ja, daar kan een ander helemaal niet mee uit de voeten. We moeten er echt. Weet je, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. Geen enkel kind zou met honger of zonder ontbijt naar school moeten gaan. Maar het pleidooi is volgens mij ook helder. Dit ligt dus ook niet alleen bij het onderwijs. Dus we moeten ook verder kijken naar armoede en schulden. Om daadwerkelijk je ook echt iets aan het probleem te gaan doen. Zeker. Ik wilde even jullie meedelen. Ik weet dat iedereen daar dit hiermee eens is. Maar er zijn heel veel comments op Facebook die eigenlijk de complimenten uitspreken voor de leraren. Hoe die de afgelopen maanden zich ingezet hebben, iedereen overuren gemaakt heeft, van online naar fysiek, weer terug naar online, naar noodopvang, et cetera. Volgens mij is dat iets wat we hier allemaal heel erg kunnen onderschrijven, hoe bijzonder dat geweest is, hoe hard iedereen gewerkt heeft. Ik wil eigenlijk nog een vraag stellen aan Sarah en Esther, want iedereen heeft die serie gevolgd en enorm meegeleefd met de kinderen, met de hoofdpersonen erin, tot tranen aan toe. Er zijn een soort van nationale iconen geworden. Maar nu zijn we ze opeens, zien wij ze allemaal niet meer, want die serie is voorbij. Ik was benieuwd, staan jullie in contact met ze? Hoe gaat het met ze? Misschien willen jullie de groeten en liefst van ons overbrengen, maar hoe is het met ze? Ja, dat vinden we zeker overbrengen. Ik heb gisteravond nog met Gianni geappt. Het gaat wel goed met hem, hij zit nog steeds dat begeleid wonen door de weeks. Ja, ook voor hem geldt natuurlijk dat het een rare, saaie tijd is, omdat al die scholen dicht zijn. Van Anissa weet Esther meer te vertellen, maar gaat het ook goed mee op de HAVO, toch, met Anissa? Ja, zeker. Op school gaat het hartstikke goed. Ze was gisteren wel, of gisteren, ze is natuurlijk sowieso verdrietig, maar ik geloof dat vandaag of gisteren is het 6 maanden geleden dat opa overleed. Dus ze is wel weer een beetje verdrietig daarover. Maar ze geniet wel heel erg van haar school. Dus daar is ze wel echt in goede handen. Ook bij Sanne, de zorgcoördinator die we in de serie eigenlijk met een andere jongen zagen werken. Maar, ja. Ik denk over het algemeen dat de serie de kinderen wel een positieve boost heeft gegeven in mooi Nederlands. Ik bedoel, het is gewoon toch, hè, iedereen heeft ze omarmd. Dus dat voelen ze ook als ze op straat herkend worden. Of ja, er wordt natuurlijk gewoon, ze krijgen heel veel liefde van Nederland over het algemeen. Marjolein heeft volgens mij nog gisteren met Anissa en Yunus Jan gesproken, omdat ze genomineerd zijn als Amsterdammertjes van het jaar, toch Marjolein? Ja, klopt, ja. Ja, en dat is heel mooi, want dat is de nominatie inderdaad, het aanstaande zondag is de verkiezing, Amsterdammertjes van het jaar. Ze zijn genomineerd niet door zichzelf, maar dus door anderen. En met als reden dat zij van hun kwetsbaarheid hun kracht maken. Dus zij laten zien dat, hoeveel kracht zij hebben en ze durven zich open te stellen. En ik bedoel, dat is ook de kracht van jullie documentaire. We hebben het heel vaak over kansenongelijkheid, maar het is vaak heel abstract. En het zijn ook vaak niet de kinderen van de politici, van de beleidsmakers, van de journalisten. Dus het blijft soms heel erg buiten beeld. En jullie hebben een gezicht gegeven. Yunus Jan en Anissa, Gianni
En al die lieve kinderen waar we zo enorm mee hebben meegeleefd. Dus fantastisch dat zij genomineerd zijn. Al die andere Amsterdammetjes zijn natuurlijk ook fantastisch. Dus ik mag geen voorkeur uitspreken, want dat zou niet eerlijk zijn. Maar ik vind ze wel heel, heel erg leuk. En het was ook inderdaad ontzettend leuk om, om ze gisteren even in beeld te zien. Ja, dat is echt... En ik denk dat het heel erg waar is wat jullie... Ik heb het ook nog gevraagd aan Anissa. Van, word je nou veel herkend? Ja, zei ze heel veel in de supermarkt. Iedereen zegt het. Maar ze vindt het wel echt heel leuk. Ze voelt zich echt gedragen. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja, en om die bekendheid misschien nog wat verder te bevorderen. Ik zag op Twitter iemand tegen jullie zeggen, je zou eigenlijk over 5 jaar eigenlijk al ze allemaal weer op moeten zoeken en weer een 7-delige serie maken. Nou, daar pleit ik bij deze ook meteen voor. Vooral doen. Ik wilde eigenlijk als laatste vraag aan jou, Lilianne. Zitten nu honderden mensen te kijken. Hopelijk allemaal helemaal fired up. En helemaal aangedreven door het gesprek over onderwijs. Wat kunnen deze mensen nou thuis doen nu om mee te gaan doen met deze strijd tegen kansenongelijkheid? Om mee te gaan doen. Ja, we hebben echt iedereen nodig om die kansenongelijkheid tegen te gaan. En nou, ik zeg altijd, samen kunnen de wereld aan. En we hebben elkaar ook echt nodig. Dus ik zou iedereen willen uitnodigen. Ga naar pvda.nl/doe mee. Daar kun je, daar gaat een wereld voor je open, hoop ik. En daar heten we je welkom. Gaan we met elkaar, niet alleen de komende weken, maar de komende jaren, onze inzet maken. Want hoe zorgen we nou dat elk kind gewoon een kans krijgt, gezien wordt en zichzelf kan zijn? En hoe zorgen we ervoor dat al die leraren echt hun verdiende loon krijgen? Want ze zijn onmisbaar, belangrijk en niet alleen maar voor Anissa en de kinderen uit de documentaire serie, maar ik denk dat het voor ons allemaal geldt. Er is altijd wel één leraar of lerares waarvan je dacht, nou ja, toen zat ik vast en toen kreeg ik een duwtje of toen wist ik het even niet meer en toen zag zij waar ik mee worstelde. En dat gunnen we elk kind. Dus pvda.nl/doe mee. Dat lijkt me hele mooie afsluitende woorden. Ik wil jullie hier allemaal heel erg bedanken voor het meedoen. Lilianne, Marjolein, Sarah, Esther, Suzanne, onwijs bedankt. En iedereen thuis, heel erg bedankt voor het kijken en voor jullie vragen. Ik zou zeggen, laat het binnenkort gewoon nog een keer doen. Nu kan iedereen weer Netflixen. We zijn net een beetje uitgelopen, dus hup. Ontzettend bedankt en tot een volgende keer. Dag.